Hallo, goedemorgen, of goedemiddag, of goede avond, of goede nacht. Ik wandel weer. Het is weer lekker weer. Het is een beetje bewolkt, maar ik zie ook veel blauw. De vogeltjes fluiten, dus ik ben tevreden. Vandaag heb ik een idee. Ik wil het een beetje anders gaan doen. Ik heb gehoord dat voorzetsels soms nog moeilijk zijn. En daarom wil ik vandaag met jullie oefenen met de voorzetsels. Bijvoorbeeld op, onder, naast, achter, voor. Ik ga kijken wat ik zie, waar ik een voorzetsel bij kan zeggen. En dan kun jij ook oefenen. Alvast veel plezier. Mijn tas staat op de bank. Mijn tas ligt onder de bank. De prullenbak staat naast de bank. De bank staat naast de prullenbak. De prullenbak en de bank staan naast elkaar. De zakdoek gaat in de prullenbak. In de prullenbak. Mijn tas hangt aan het bord. Mijn tas staat voor de paal. Mijn tas staat achter de paal. De bloesem groeit aan de struik. De heerlijke geur gaat in mijn neus. De brug gaat over het water. Het water is onder de brug. Het water spuit uit de fontein. De rode mat ligt op het pad. De rode mat ligt tussen de heggen. De rode mat ligt voor de deur. De rode mat is onder mijn voeten. Deze boom groeit tegen de muur. Weet je nu de voorzetsels? Dan kun je zelf oefenen. Wat zeg jij bij dit?
De fles staat op de tafel. De tas ligt onder de tafel. De stoel staat naast de tafel. En wat zeg je hier? De tas staat voor de bloembak. De fles staat op de rand van de bloembak. De plant of de struik staat in de bloembak. De tas hangt aan het hek. En wat doe ik nu? Ik loop de tuin uit. Ik loop over de brug en over het water. Wat doe ik met deze stok? Ik gooi de stok in het water. De stok ligt nu in het water. De brandnetel groeit naast het pad. En weet jij deze nog? De brug gaat over de beek. De beek stroomt onder de brug. Ik zit op de boom. Mijn tas ligt op mijn schoot. Wat doe ik nu? Het water zit in de fles. Het water gaat uit de fles, uit de fles, in mijn mond. De dop gaat op de fles. Mijn arm is om de boom. Ik knuffel de boom. Vond je dit een leuke video? Heb je ook wat geleerd? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je nog meer leren? Schrijf het dan in de reactie hieronder. Dan weet ik wat jij wil leren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer!